Heel Zeeland opgelet. Leuk hè, zo'n woordgrapje. De Delta Ledbus die staat vandaag in hartje Middelburg. Zeeuwen die energie hebben van Delta, die kunnen hier gratis de allernieuwste, allerzuinigste Philips LED-lamp ophalen. Want met LED-verlichting zet je een simpele stap naar een duurzamer leven. En dat is precies waar Delta je bij wil helpen. Daarom staat de Delta Ledbus niet alleen in Middelburg, maar doet hij in 5 weken tijd 50 locaties door heel Zeeland aan. Zo is er altijd wel een locatie bij jou in de buurt waar je de unieke LED-lamp kunt ophalen. Maar wat maakt die LED-lamp nu eigenlijk zo uniek? Ik sta hier op de Hightech Campus in Eindhoven, de slimste vierkante kilometer van Europa. Hier werken 235 high-tech bedrijven en 12.000 innovators, onderzoekers en ingenieurs dagelijks aan de duurzame producten van morgen. En dit hier is het hoofdkantoor van Signify. Angelo, jij werkt bij Signify en Signify is een van de merken van Signify is Philips. Nou, die kennen we natuurlijk allemaal wel. En jij hebt samen met Delta de actie Heel Zeeland opgelet mogelijk gemaakt. Allereerst dank daarvoor, heel fijn. Maar nou is het zo dat ze dan een Philips Ultra Efficient lamp krijgen. Wat maakt die lamp nou zo uniek? Wel, deze ultra-efficient LED-lamp is de meest energiezuinige LED-lamp ooit die we in deze vorm gecreëerd hebben. Dat wil zeggen dat hij 60% minder energie gaat verbruiken dan een traditionele Philips LED-lamp. Hij gaat tot 3,5 keer langer mee. Hij gaat 50.000 lichturen produceren, wat eigenlijk neerkomt op een levensduur van ongeveer 50 jaar. Dus kunnen we wel stellen dat je met deze LED-lamp een investering aangaat voor lange termijn. Ja, dus het is echt een superzuinige lamp. Het is ook de eerste die voldoet aan het nieuwe energielabel A. Maar hoe zit dat nou met die A, A+, A++, die energielabels? Ja, dat klopt. Je moet weten dat die energielabels die stammen uit een tijd waar er nog heel veel energieslurpende lampen op de markt waren. Denk maar aan de traditionele gloeilamp. Maar ondertussen produceren we allemaal efficiënte LED-lampen. En dus kreeg je een soort van wildgroei aan energielabels. Je had A, je had A+, A++. En dat maakt het er niet makkelijker op voor een consument. Dus men heeft eigenlijk die eisen voor die energielabels aangescherpt. En zo kwam er weer meer ruimte voor ons om een nieuwe LED-lamp te gaan creëren die wel voldoet aan het A-label. En wij zijn de eerste die met een A-label op de markt komt. Ah, kijk, nou snap ik hem. Nou, heel fijn dat Delta-klanten daar kennis mee mogen maken. En heel fijn dat jij deze actie samen met Delta hebt opgezet. Ja, zeker. Hoe meer mensen wij bereiken met onze boodschap, hoe beter. En daarom zijn wij zeer blij met deze samenwerking met Delta. Dankjewel, Angelo. En wij gaan terug naar Middelburg. Is dit uw allereerste LED-lamp in huis? Nee. Hoeveel LED-lampen heeft u ongeveer? Nou, ik denk wel. Stuk of 14. Je moet om je portemonnee denken, hè? Dat is al modern en dan is dit de eerste. Vindt u het belangrijk om LED-lampen in huis te hebben om wat duurzamer te leven? Ja, vind ik zeker belangrijk. Ja, daar ben ik echt naar aan het kijken, hoor. Ook hier in Vlissingen is het een drukte van belang. Vanochtend in Middelburg hebben ze 700 lampen uitgedeeld. En vanmiddag worden dat er waarschijnlijk 1000. Ik ga maar eens even vragen wat de mensen nou vinden van die actie. Oh, ik vind het een prima actie. We gaan het proberen of het werkt. Nou, we kunnen nu de laatste gloeilamp in huis vervangen door een LED-lamp. Dus dat is wel fijn. Wat vindt u van de actie? Leuk. Ja? Ja. En bent u eigenlijk een beetje energiezuinig al? Ja, wat zal ik er allemaal van zulke lampen? Ik hoop dat het meer mensen inspireert om dan meer LED-lampen in huis te nemen. Huh? Nou, het is mij wel duidelijk. Zeeland is klaar voor de allernieuwste generatie LED-lampen. En wist je trouwens dat deze zo zuinig is dat het ook echt loont om al je spaar- en gloeilampen in huis te vervangen? Hij is ook gewoon te krijgen via online webshops, supermarkten of bouwmarkten. Maar let er wel op, als je je spaar- of gloeilampen gaat vervangen, dat je ze wel eventjes bij de milieustraat afgeeft of bij de supermarkt. Ik ga deze er thuis lekker indraaien en de LED-bus die staat morgen weer op een andere locatie in Zeeland. Ajus!